En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Het is dinsdagavond. Ik ga zo naar bed. Het is al 11:30 al. Maar ik denk, ik wil toch nog even een vlogje weer opnemen. Het is alweer een paar dagen geleden dat ik een vlog geplaatst heb. Dus bij deze even een vlogje van hoe het met me is en hoe het met me gaat. Nou, ik hoest mijn eigen nog steeds ter plekke. Ik heb van de week had ik last van mijn keel en zo. Heel erg vervelend. Gelukkig is het al een stuk beter. Gaat het er al mee. Maar ik schrok best wel aardig. Ja, ik ben best wel een flinke roker. En ja, je moet gewoon ook oppassen. Want ja, het is toch, het is en blijft gewoon bar en bar slecht die troep. Maar ja, het is zo lekker. En het is zo moeilijk om te stoppen. Een hele gekke week eigenlijk, deze week. Ik hoef alleen morgen nog. En dan heb ik alweer, is het al eigenlijk alweer weekend. Dus ja, een korte week allemaal weer. Het is Hemelvaartsdag komt eraan. En ik ben lekker 2 dagen vrij. Dus dat is ook wel weer lekker. Ja, er zijn een hoop gekke dingen gebeurd allemaal. Ja, een buurvrouwtje overleden. Ja, een auto van een bekende. Bekende niet echt, maar iemand die ik wel heel vaak zag op mijn werk. Een bedrijf, er is een bus van afgebrand. Ja, allemaal vervelende dingen allemaal. En ik hoop dat het nou weer eens een keertje eventjes allemaal weer even goed allemaal verder gaat. Want al die rare dingen allemaal vreemde, hele rare dingen wat achter elkaar gebeurt. En meestal als dingen gebeuren, dan gebeuren dingen wel. Ja, dan gebeuren er gelijk niet één ding, maar er gebeuren gelijk 2, 3, 4 dingen achter elkaar. Dus ja, dat gebeurt ook nog wel eens. Dus en vandaar. Nou, ik koes maar wel lekker. Jeetje. Ik koes nog steeds. Dat was de grill. Dribbel die is lekker bezig. Wat is de dribbel? Nou, ik heb de eerste auto heb ik alweer gekocht. De Anis RE7B, als ik het goed had. Die heb ik vandaag gekocht. Livestreams gaan gewoon weer lekker door. Het is weer lekker druk in de livestreams, gelukkig. Ik ben toch wel hartstikke blij met jullie. Als trouwe kijker, trouwe meespeler in GTA. Echt fantastisch. Ik hoef mijn eigen echt nooit te vervelen als ik mijn eigen een beetje eenzaam voel. Pas geleden was er iemand die zei tegen mij van joh, als je eenzaam bent of zo, dan moet je dit en dat en zus en zo doen. Ik zei nou, eenzaam zijn, dat zal bij mij nooit voorkomen. Want ik zet gewoon mijn PlayStation aan en ik ga gewoon lekker GTA spelen. En ik heb aanspraak voor 10. Ik heb het echt reuze naar mijn zin. Dus nee, eenzaam dat zal ik in ieder geval nooit zijn. Gelukkig. Dus dat is wel weer. Dat geeft ook wel weer een heel goed gevoel, geeft dat. Dus het is de hele week al rustig is het boven. Dus morgen is de week. Meestal blijft hij dan een week weg. Dus morgen, als het goed is, zou de pret weer over zijn. We gaan het wel zien, we gaan het wel meemaken. Maar momenteel is het al een week lekker rustig boven me. Dus dat is ook wel lekker. Ik kan gewoon lekker slapen wanneer ik wil. Want af en toe dan maakt hij nog wel eens een ontiegelijke herrie. Jullie hebben het wel eens in andere livestreams of in andere vlogs ook wel eens gehoord. Dat ik erover aan het klagen was. Dus vandaar. Nou, voor de rest, ik. Trouwens, ik had nog iets. Ook mijn lampje van mijn auto was kapot. Die heb ik weer opnieuw moeten maken. Was een koplampje kapot. Maar ja, dat kan altijd gebeuren. En het wordt helaas vanaf morgen wordt het weer. Vanmorgen nog de laatste dag. En dan wordt het weer slechter. Dus dat is eigenlijk wel jammer. Want als ik dan 2 dagen vrij ben, dan zou ik wel weer een leuke vlog kunnen opnemen buiten. Maar ja,
We moeten even kijken of dat het weer het dan toelaat. Want het zou morgen de laatste warme dag zijn. En dan zou het weer over zijn met de pret. Het is echt ontzettend warm weer. Ik heb lekker mijn korte broekje aan. Kijk, ik heb lekker mijn korte broek aan getrokken. Dus het is echt heerlijk. Af en toe even lekker een waterijsje erbij. En ja, op het werk is het gewoon heel erg warm. Dus doe lekker een petje op. Ik ben niet iemand die graag een petje draagt. Maar ik heb een petje op. Omdat je toch in de hitte staat. En je bent heel erg gauw als je in de kokend hete zon staat. Ja, loop je heel snel kans op een zonnesteek. Dus ik draag niet graag petjes. Ramon die heeft altijd een petje op, maar ik hou er niet zo van. Maar ja, noodbrinkwet. Ik doe gewoon een lekker petje op, want ik wil geen zonnesteek oplopen. Dus ja, doe ik maar een petje op. Dan kan ik hem in ieder geval beter doen. Dan sta ik maar even een beetje voor lul met een pet op, dan dat ik niet met een pet loop en ineens een zonnesteek heb. Want dat is echt niet best. Dus vandaar. Ja, ik heb niet veel meer te kletsen. Ik ga in ieder geval weer lekker door met geld verdienen in GTA. En leuke dingen kopen. En ja, voor de rest lopen de livestreams nog steeds lekker. Ik wil toch wel weer een keer een grotere vlog weer gaan maken. Dat ik weer ergens naartoe ga of zo. Dus we moeten even kijken hoe het weer wordt en zo. En dan gaan we het wel zien waar ik naartoe ga en met wie ik er naartoe ga. Kevin is er nog, Ramon is er nog. Dus ik ga wel eens een keertje overleggen met de twee om weer eens een keer een leuke vlog op te nemen. Nou, Slaghaar is inmiddels alweer, is alweer 2 weken geleden. Maar ik vind het wel jammer, ik mis het wel. Ik mis het park wel. Maar aan de andere kant, na een week heb je het ook wel weer gezien hoor. Het is niet echt een groot park. En na een week heb je het toch wel weer een beetje gezien daar zo. Ik wil dit jaar wil ik nog wel een keer naar de Efteling weer gaan. En dan wil ik ook weer een leuke vlog opnemen. En er komen nog meer. Ik heb nog meer hele leuke dingen wat ik nog wel van plan ben om te gaan doen. Dus hou zeker te weten het kanaal in de gaten. Ik heb ook inmiddels dus jullie hebben het in de vorige vlog gezien, de 300 abonnees gehaald. Echt super geweldig. Ik ben er echt hartstikke blij mee. En ga zo door jongens. Abonneer gewoon lekker even op mijn kanaal. Want er komen nog hele leuke video's ben ik van plan om dit jaar en in de toekomst te gaan maken. Dus zeker te weten. Het kanaal in de gaten houden voor hele leuke vlogs, leuke uitjes, leuke tripjes en natuurlijk GTA. En wat ik ook nog wil vertellen, dat is dat ik binnenkort ook weer ga Planet Coasteren. Ga ik ook weer doen. En ik heb gehoord dat er weer een nieuwe beta uitkomt van Metro Simulator. We misten bijna alle metro's zijn al in het spel aanwezig. Maar we missen nog twee belangrijke. En dat zijn de metro serie 53 en 5400. En ik heb al gekeken op de Wikipedia pagina van een metro simulator. En de 53 en 5400 serie die zouden in de nieuwe beta versie die binnenkort uitkomt zal die erbij zijn. Dus ik ben echt reuze benieuwd naar de beta versie, naar de nieuwe metro's erin. Er schijnt ook nog een Londen route schijnt eruit te komen. Ik ben niet zo ik heb niet zoveel met buitenlandse metro's, dus ik denk niet dat ik heel veel die Engelse route ga spelen. Want ik hou alleen maar eigenlijk maar van de Rotterdamse metro. Dus het is voor sommigen is het leuk dat die route erin zit. Voor mij had het niet gehoeven. Dat is hetzelfde met die de metro route van 1968. Die is heel, wel een keer leuk om te spelen.
Maar dat heb je eigenlijk ook al heel snel gezien. En er zit er nog een fictieve route zit er nog bij in de afgelopen beta-versie. En dat is nou, ja, dat is een fictieve route, hebben ze gemaakt. En ja, ik heb er niet zoveel mee. Ik heb, maar één keer ben ik er een keer doorheen gereden en toen dacht ik van, nou ja, oké, okay, dit is het. Hartstikke leuk, maar voor mij had het niet gehoeven. Maar ja, niet iedereen is hetzelfde. En er zou wel eens goed ook nog treinen bij komen, maar we gaan vanzelf wel zien. Ik ben in ieder geval heel erg hype en blij met dat eindelijk de laatste twee ontbrekende metroseries in de beta-versie komen. Want dat heeft echt heel erg lang geduurd. Er was ook problemen met het geluid en met ik voor allemaal en zo. En dat kregen ze er niet in en dat ging weer niet goed en dit en dat. Dus in ieder geval is het nu gelukt en komt hij de aankomende beta-versie komt hij erin. Er is nog geen release-datum, dus ik weet niet wanneer de beta-versie uitkomt. Maar als die uitkomt, dan ga ik zeker weten weer een nieuwe livestream maken van Metro Simulator met de nieuwe beta-versie. En de nieuwe, twee nieuwe metrotreinen. Of nou ja, oude metrotreinen, maar nieuw in het spel. Nou, ik bedank jullie allemaal al voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, dit was even een kleine update. Hoe het met me is, hoe het met me gaat. Wat mijn plannen zijn, wat mijn toekomstdingen zijn. En ja, ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Bijna ja, 300 abonnees. 305 abonnees momenteel, als ik het goed heb. Ja, 305 abonnees. Zorg ervoor dat, dat de abonnees lekker omhoog gaan. Want ik heb nog heel veel leuke dingen in de toekomstplannen. Waaronder nog een vakantie in september. Maar waar ik naartoe ga, dat horen jullie later nog wel een keertje. Dat hou ik nog eventjes geheim. Nou, iedereen de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie allemaal weer. En ja, ik zou zeggen, jullie weten het allemaal, hè? Skabidi, skabadoe, skabadabadoe.